Die je hier ziet, die komt uit een politiedossier van een onderzoek naar een misdrijf in Arnhem. Nou, voor iedereen en dus ook voor de daders meteen duidelijk. U ziet daar links een trampoline, daar woont een kind. En toch pleegden ze op dit adres een woningoverval. Al weken verheugt een Arnhems meisje zich op de carnavalsvakantie. Ze heeft die week leuke plannen. Nou, oma mag echt het best doen om van jou te winnen. Samen met haar ouders woont ze in de H. van Kolstraat in de bekende Arnhemse volksbuurt De Geitenkamp. Maar in de vakantie wordt ze even ergens anders in de watten gelegd. Oma! Hoi! Hey, gezellig! Nou, heel veel plezier bij oma. Ja. Doei! Doei. Haar ouders hebben afgesproken om hun dochter op vrijdag 16 februari weer op te halen. Maar dat loopt anders, want oma heeft nog een leuke verrassing. Hey, hebben jullie het leuk? Ze gaan die vrijdagavond samen naar de film. En dus mag ze ook nog een nachtje langer logeren. Oma, hou je ook zoveel van popcorn? Heerlijk! Achteraf is het stel heel blij dat hun dochter precies die avond niet thuis is. Want die vrijdag 16 februari gebeurt er buiten op de Geitenkamp van alles. Terwijl de man en vrouw binnen zitten in hun huis aan de H. van Kolstraat, stopt een auto rond 9:50 op het Marktplein. Het is vermoedelijk een Audi RS3 of A3 Sportback. Pas ruim een half uur later stapt er iemand uit. De man loopt langs een kraam die al klaar staat voor de zaterdagmarkt richting de H. van Kolstraat. De man is waarschijnlijk langs het huis van het stel gelopen. En hij moet hebben gezien dat er licht brandde en dat er mensen thuis waren. Ook moet hij hebben gezien dat in de voortuin een trampoline staat. En dat er dus zeer waarschijnlijk ook een kind woont. Maar hij lijkt zijn plannen daar niet op aan te passen. Erna zien we hem beter aan de andere kant van het huizenblok. Vanaf de Roosendaalse weg loopt hij richting het Marktplein, waar hij even later weer in de auto stapt. Om 10:55 is er opnieuw beweging. Weer dezelfde man. Maar ditmaal is hij niet alleen. Er stappen nog twee mannen uit. Ook zij gaan richting de H. van Kolstraat, waar twee van de drie even later het huis van het gezin binnendringen. Wanneer de politie later onderzoekt hoe ze dat gelukt is, komen ze tot de conclusie dat ze op het dak zijn geklommen. Dat ze daarna via een van de ramen de woning binnen zijn gegaan. Hoor je dat? Wat is dit? Kom, alsjeblieft snel. Er staat iemand met een pistool hier. Vol in zijn adrenaline krijgt hij de deur nu wel open en ziet dat zijn voordeur kapot is. De bewoner rent naar buiten en dan ziet hij in ieder geval één man wegrennen in de richting van het Marktplein, hier aan de andere kant van de poort. Hij wil erachteraan gaan, maar dan klinkt er een schot. Het is onduidelijk of er gericht op hem is geschoten door een vluchtende overvaller, maar het slachtoffer wordt gelukkig niet geraakt. Want dat er echt met scherp is gevuurd, wordt snel duidelijk. Op straat vindt de politie namelijk een kogelhuls. Ja, veel omwonenden daar in die wijk in Arnhem hebben die avond het schieten gehoord. Mevrouw Schoorlemmer, dat zorgt nog altijd voor veel onrust daar. Zeker omdat eigenlijk nog steeds helemaal niet duidelijk is waarom juist dit gezin dan het doelwit was. Ja, de bewoners begrijpen ook erg niks van. Ze hebben met niemand problemen. Ze bewaren ook geen waardevolle spullen in huis. Dus voor ons is het ook nog een raadsel waarom juist deze mensen dit is overkomen. We vermoeden dat de daders zich vergist hebben in het huis. Maar ja, wel dus met grote persoonlijke gevolgen. Nou, zeker. Want hoe is het nu met het gezin? Nou, niet goed. De bewoonster kon maandenlang niet werken. Ze is pas net begonnen met reïntegreren. Vooral de gedachte dat hun dochter eigenlijk die avond thuis zou zijn, daar hebben ze het heel erg zwaar mee. Het was echt een opluchting dat zij toevallig een extra nachtje bij hun oma bleef slapen. Maar ja, het is dus wel fijn dat ze dat in ieder geval niet heeft hoeven meemaken. Nou, zeker. Echt een afschuwelijk idee als ze dat had moeten zien. Bij deze, ja, eigenlijk is het dus een mislukte overval, is in ieder geval één keer geschoten.
Ja, de bewoner zei dat de vluchtende dader zijn wapen in zijn richting hield en dat hij een flits zag en een harde knal hoorde. Nou, het is onduidelijk waar die kogel zelf precies is terechtgekomen. We hebben op straat alleen maar de huls teruggevonden. Er liepen rond 11 uur nog best wel wat mensen rond vlakbij het Marktplein. Dus die kogel had zomaar iemand kunnen raken of zelfs een huis in kunnen vliegen. Goed, er is dus geschoten, alle reden om deze mannen snel te vinden. Heeft u een idee waar ze vandaan komen? Nou, het zou zomaar kunnen dat zij niet uit de omgeving komen. We denken dat omdat die drie mannen na de overval de weg niet goed weten te vinden op de Geitenkamp. We krijgen de indruk dat zij die vluchtauto ook niet zo snel kunnen vinden. En die auto is vlak voor de overval weggereden naar het Marktplein en dan naar de Haven Koolstraat. Alleen die drie mannen lopen na afloop juist weer die kant op en lijken niet goed te weten waar ze moeten zijn. Nou, wat ook kan, is dat ze wel uit de omgeving komen, maar dat ze gewoon niet zo goed bekend zijn op de Geitenkamp. Ja, er zijn gelukkig allerlei beelden van, met geluiden ook. En we hopen dat u ze uiteraard mede daardoor herkent. De man die we eerder al zagen bij de verkenningsronde roept zoiets naar de twee anderen. Bonsoir. Ze lopen niet ver achter hem. Als ze hier zo de hoek om zijn, zegt ook een van deze twee iets. En dit is waarschijnlijk hoe ze zijn gelopen. Dit zijn de beste beelden van de man die in het dossier verdachte 1 is. Wie is hij en waarom was hij vrijdag 16 februari in Arnhem? Bonsoir. En wie is verdachte 2 met de grove zwart-witte schoenen en de gewatteerde jas? Ook over deze verdachte nummer 3 met de lichte broek wil de politie uiteraard tips. Hij lijkt kleiner dan de anderen. En wie was toen de bestuurder van hun auto, vermoedelijk een Audi RS3 of een A3 Sportback? Zegt de combinatie van de mannen en deze auto u iets? Of weet u meer over deze mannen? Tip dan, het liefst vanavond nog. Ja, nu hoort het al. Het is dus een raadsel waarom dit gezin een Arnhem doelwit was. De politie hoopt ook dat u vanavond meer kunt vertellen over de achtergrond. Want als ze zich hebben vergist in het huis, op wie hadden ze het dan wel gemunt? Laat alsjeblieft van u horen. Bellen is gratis. Het nummer is 0860-70. Iedereen zit hier klaar voor u. U kunt ook een tip mailen of praat vertrouwelijk met het team Nationale Inlichtingen.